زو اشي لي ديتا هيف دو بروفيت عليه الصلاه والسلام زن خليف ده في اللورا خديجه رضي الله عنها زين ستون زين ايست ليف ده ده فراو دي هم ان اول فاسيت فون ات ليف هيفت geholpen ده فراو دي هم هوب gaf toen mensen hem teleurstelden De vrouw die in hem geloofde toen mensen hem als een leugenaar bestempelden. Khadija radiyallahu anha was niet zomaar een vrouw. Toen hij haar had verloren, ervaarde hij ook verdriet. En dat uitte hij, alayhi salatu wassalam. Metgezellen zagen aan zijn gezicht dat hij droevig was. Hij was mannelijk genoeg om zijn verdriet te tonen. Hij zag het niet als een tekortkoming. Als iets wat niet bij, bij mannelijkheid hoort om verdriet te tonen, om te huilen. Hij deed dat, alayhi salatu wassalam. En ik denk dat dat een heel belangrijk punt is waar we straks over zullen spreken. De profeet, alayhi salatu wassalam, zoals jullie weten, heeft al zijn kinderen verloren. Sinds wanneer mag je niet huilen? De profeet heeft gehuild, alayhi salatu wassalam. De profeet heeft gehuild om zijn oom. De profeet heeft gehuild om zijn vrouw Khadija. De profeet heeft gehuild om zijn oom. Hamza, radiyallahu anh. De profeet heeft gehuild om zijn kind toen hij hem op zijn schoot nam en begon te huilen. Het is een normale emotie, is natuurlijk. Want de profeet, alayhi salatu wassalam, heeft daar zelfs toevlucht voor gezocht. Allahumma inni a'udhubika min aynin la tadma'. O Allah, ik zoek toevlucht van een oog dat niet traant. Dat niet huilt. Waarom? Omdat dit een menselijke emotie is. Het hoort bij ons als mensen. Geduld tonen toon je op een andere manier. Door je tong in bedwang te houden. Door je daden onder controle te houden. Dit is wat wij verstaan onder geduld. Dus verdriet ervaren en verdriet tonen is menselijk. En dat is iets wat wij ook dienen te doen zoals de profeet alayhi salatu wassalam was. In sommige culturen is het een schande. In sommige culturen mag een man in het bijzonder niet huilen. Want dit is niet mannelijk genoeg. Terwijl de profeet alayhi salatu wassalam dat wel heeft gedaan. Sterker nog, dat maakt jou juist mannelijk. Doordat je je emoties toont en laat zien, maar wel je daden onder controle houdt. Dit is wat jou mannelijk maakt. In zijn leeftijd heeft hij al zijn kinderen verloren, behalve Fatima radiyallahu anha, die direct na hem ook naar haar heer vertrok. Hij heeft al zijn kinderen verloren. En een van de fragmenten die deze emotie beschrijven, is toen de profeet alayhi salatu wassalam zijn zoon Ibrahim verloor. En we moeten ons even inbeelden, wie heeft hier kinderen? Heel veel. We weten allemaal hoe geliefd kinderen zijn. We weten allemaal als ze alleen maar soms koorts krijgen, dan raak je in paniek. Soms gaan ze alleen maar hoesten, dan ben je aan het uitzoeken wat er met hen aan de hand is. Soms kinderen, baby's gaan alleen maar huilen. Je weet niet eens waarom ze huilen, dan raak je in paniek. Wat is er aan de hand? Wat kunnen we doen? Wanneer alleen iets kleins een kind treft, dan raak je helemaal in paniek. Dit is de liefde. Dat is de natuurlijke liefde die wij voor onze kinderen voelen en ervaren. En we moeten nu eens even inbeelden dat de profeet alayhi salatu wassalam zijn zoontje. Niet een oudere kind. Niet een puber. Een kindje die hij op zijn schoot kon nemen alayhi salatu wassalam. En hij nam zijn Ibrahim die zijn laatste adem uitblies. En de profeet alayhi salatu wassalam begon te huilen. Waarom? Omdat hij een mens is. Van bloed en vlees. Zoals wij. Hij heeft emoties, zoals wij, alayhi salatu wassalam. En toen de metgezellen dat zagen, zeiden ze, ja Rasulallah, u huilt ook? Doet het u ook pijn? Is een traan laten vallen iets wat mag, wat normaal is? En toen zei hij prachtige woorden, die wij met goud dienen op te schrijven. Hij zei, inna al-ayna la tadma'a. Een oog, het traant. Met andere woorden, het is zoals Allah azawajal het heeft geschapen. Om te huilen. Inna al-ayna la tadma' wa inna al-qalba la yahzan. Een hart wordt bedroefd. Een hart ervaart verdriet. Maar, kijk wat de profeet voor ons zegt. Inna al-ayna la tadma' wa inna al-qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdillah.
Maar we zeggen enkel en alleen datgene waar Allah azawajal tevreden over is. Het enige wat we uiten, wat we zeggen, is wat Allah azawajal behaagt. Dit is die controle. Dit is die controle die wij over onze emoties dienen te hebben. Je mag huilen. En daarom snap ik de mensen niet die anderen vertellen dat ze niet mogen huilen op het moment dat ze een dierbare verliezen.